Kleine Vien. Geschreven door Dutch for You. Het is maandagochtend. Een zonnestraal valt door de gordijnen op mijn gezicht. Gelukkig schijnt de zon. Dat maakt een maandagochtend toch iets minder erg. Ik loop naar de keuken en zet mijn dagelijkse kopje koffie. Daarna loop ik door naar de voordeur, waar de krant al op me ligt te wachten op de deurmat. Ik hoor mijn telefoon trillen wanneer ik terugloop naar de keuken. Waar heb ik dat ding toch neergelegd? Denk ik hardop. Ik zie hem liggen, op de leuning van de bank en snel er naartoe. Net te laat. Het was Marloes, mijn beste vriendin. Wanneer ik de krant opensla, gaat weer mijn telefoon. Deze keer ben ik wel op tijd. Of ik alsjeblieft naar haar toe kan komen, iets met de kat. Ik stuif de trap op en schiet in mijn kleren om vervolgens het huis af te sluiten en spring op mijn fiets naar Marloes. Als ik de straat in fiets, hoor ik haar al roepen. Fien! Fien! Ik kom dichterbij en zie haar nu ook staan. Midden op straat, met een bakje brokken in haar hand, waarmee ze schudt en zo Fien hoopt te lokken. Oh, Daphne, wat fijn dat je kon komen! Fien is de deur uitgeglipt. Ze kan nog niet ver zijn. Ik ga je helpen, Marloes. Ze komt wel terug. Ik zet snel mijn fiets neer en loop de keuken in om ook wat brokjes te pakken. Zal ik anders in de achtertuin zoeken? Dan kun jij de voorkant in de gaten houden. Nou, daar gaat mijn vrije ochtend, denk ik in mezelf. Maar alles om mijn vriendin te helpen, want dat zou ze ook voor mij doen. Opeens hoor ik een kat miauwen en kijk om me heen waar het vandaan kan komen. Daar zit Fien, boven in de boom. Maar Loes, ze is hier, schreeuw ik. Marloes komt gelijk aangerend. Oh, oh nee, Fien, lacht ze. Hoe krijgen we je hier nou uit? Het miauwen wordt nu langzaam piepen. Ze durft er echt niet uit. Na een half uur schudden met de brokjes en de nodige aanmoediging, moeten we toch iets anders proberen om Fien uit de boom te halen. En besluiten de boze buurman van Marloes te halen. Het is geen vriendelijke man. Hij moppert vaak op haar en houdt de hele straat in de gaten alsof het zijn terrein is. Boven alle verwachtingen pakt hij meteen een grote ladder en loopt met ons mee. Ach gut, klein ding. Ik haal je eruit hoor, hoor ik hem zeggen. Stom verbaasd. Er zit dus wel degelijk een beetje positiviteit in die man. Binnen tien minuten staat hij weer op de grond met Fien in zijn armen. Niet meer doen hè, zegt hij tegen de kat. Ontzettend bedankt buurman, zonder u zat Fien er vanavond nog. Graag gedaan buurvrouw. Voor het eerst hebben we een gesprek met deze man en blijkt hij een ontzettende dierenliefhebber. Toch nog iets wat we gemeen hebben met de buurman. Anna was een jonge vrouw. van 25 jaar oud. die in een gezellig appartement. Aan de rand van de stad woonde. Elke ochtend begon haar dag met het afgaan van de wekker om zeven uur. Met een slaperig gezicht rekte ze zich uit en knipperde ze tegen het felle licht dat door het raam naar binnen scheen. Ze wreef in haar ogen en gaf zichzelf een paar minuten extra om wakker te worden. Voordat ze uit bed stapte. Na een verfrissende douche trok Anna haar favoriete blauwe blouse en een comfortabele jeans aan. Terwijl ze haar ontbijt klaarmaakte, hoorde ze de geluiden van de stad die langzaam ontwaakte. Het gechilp van de vogels buiten haar raam en het geluid van auto's die voorbij reden. Anna ontbeet met een kom yoghurt en musli en dronk haar favoriete kopje koffie terwijl ze het nieuws op haar telefoon doorbladerde. In haar hoofd maakte ze een lijst van alle dingen die ze die dag moest doen, voordat ze haar tas pakte en naar haar werk vertrok. Als verpleegster in het lokale ziekenhuis was Anna gewend aan drukke dagen. Ze begroette haar collega's met een glimlach, terwijl ze haar uniform aantrok en haar schort vastknoopte. Haar taken varieerden van het verzorgen van patiënten tot het bijwonen van vergaderingen met artsen en het invullen van administratieve taken. Tijdens haar lunchpauze ontmoette Anna vaak haar vrienden in het nabijgelegen café. Ze bestelden een broodje gezond en een kopje thee. En ze deelden verhalen over hun dag, terwijl ze genoten van elkaars gezelschap. Het was een fijne afleiding van de drukte van het ziekenhuis en een kans om even te ontspannen. Na haar dienst keerde Anna terug naar huis en nam ze de tijd om te koken. Ze hield ervan om nieuwe recepten uit te proberen, en haar appartement vulde zich al snel met de geur van kruiden en specerijen. Terwijl ze in de keuken bezig was, luisterde ze naar haar favoriete afspeellijst op Spotify en wiegde ze zachtjes op de maat van de muziek. Na het eten ruimde Anna de keuken op en plofte ze neer op de bank met een goed boek. Het was haar manier om te ontspannen en even te ontsnappen aan de drukte van de dag. Ze nestelde zich in haar favoriete hoekje van de bank en liet zich meevoeren door de woorden op de pagina's. Voor het slapen gaan nam Anna nog even de tijd om te mediteren. Ze zat op haar matje in de woonkamer, sloot haar ogen en concentreerde zich op haar ademhaling. Het was een moment van rust en reflectie. Een kans om haar gedachten tot rust te brengen na een lange dag vol activiteiten. Om tien uur doofde Anna het licht en kroop ze in bed. Ze trok de dekens tot aan haar kin. Met een tevreden glimlach op haar gezicht viel ze al snel in een diepe slaap, klaar om de volgende dag weer aan te pakken. Je hebt geluisterd naar de dagroutines van Anna. Maar ik ben natuurlijk benieuwd wat jouw dagroutines zijn. Schrijf ze op in de comments in het Nederlands en uh, ik ben heel benieuwd. Meer korte Nederlandse verhalen horen? Abonneer je op mijn kanaal. En vond je de video leuk? Laat het me weten in de comments. Bedankt voor het kijken en luisteren. Een pechdag. Geschreven door The Short Stories. Heb je wel eens zo'n dag dat alles misgaat? Vandaag is het zo'n dag. Het begon vanmorgen, toen ik onder de douche stapte: koud water. En niet een beetje koud, ijskoud. Eigenlijk begon de pech daarvoor al toen ik mijn tanden ging poetsen en mijn tandenborstel blijkbaar niet had opgeraden. Na mijn koude douche belde ik de loodgieter, die helaas overmorgen pas tijd heeft om langs te komen. Ik zal dus nog even geduld moeten hebben. Vandaag ben ik vrij en na mijn ontbijt besluit ik een lange wandeling met mijn hond Bobby te maken. De zon schijnt, maar het is nog wel wat fris. Ik twijfel of ik een muts zal dragen of niet en ga er toch voor om hem niet op te zetten. Ik doe Bobby aan de lijn en samen stappen we in de auto en rijden we naar een mooi bos. Bobby houdt van wandelen. Hij vindt het heerlijk als hij even van de lijn af mag en rond kan rennen. In het bos mag dat. In onze wijk is het verboden om je hond los te laten lopen. Bobby heeft al door waar we heen gaan en staat kwispelend op de achterbank. Ik parkeer de auto langs de straat en laat Bobby uit de auto springen. Ik pak mijn telefoon en zet deze op niet storen. Als ik ga wandelen, vind ik het lekker om even helemaal nergens aan te denken. En ben ik ook even niet bereikbaar. Anders pak ik toch wel weer mijn telefoon als er een appje binnenkomt. Kom Bobby, deze kant op. Bobby neemt een sprint en rent voor me uit het pad op. Ik kan ervan genieten als ik zie dat Bobby zo blij is. Hij komt terug met een grote tak. Ik gooi de tak ver weg en hij sprint er weer op af. Na een wandeling van 45 minuten komen we aan op een groot open veld waar nog meer honden rennen en spelen. Bobby rent erop af en speelt met een grote herder, een kleine tackle en een zwarte poedel die telkens takjes in de lucht gooit. Na een kleine tien minuten fluit ik en komt Bobby weer naar me toe. Goed zo, jongen. Ik aai over zijn rug. We gaan verder, kom. We lopen over een brug. En voor ik het weet, staat Bobby in de sloot. Bobby, nee, kom. Bobby eruit. Nadat hij een paar keer flink heeft liggen rollen. Komt hij eruit en schudt zich naast me uit. Je ziet er niet uit, bah, zeg ik tegen hem. Maar door zijn lieve koppie kan ik nooit lang boos zijn. Gelukkig heb ik wat handdoeken meegenomen. Na een half uurtje komen we weer terug bij de auto. Ik droog Bobby af en leg wat handdoeken op de achterbank, zodat het niet helemaal vies wordt. Ik sluit het portier. Oh nee, hè? Ik kijk naar mijn rechterachterband. Hij is lek. Een zucht ontsnapt uit mijn mond en ik bel gelijk de garage. Ze sturen zo een monteur deze kant op met een nieuwe band. Gelukkig schijnt de zon nog steeds. Ik wacht met Bobby op een bankje dicht bij de auto. Plotseling voel ik iets vallen op mijn hoofd. Ik schrik ervan en in reflex wrijf ik met mijn hand over mijn haren. Gadverdamme! Vogelpoep! Had ik nou maar wel mijn muts op gedaan? Dan zat het nu niet in mijn haren, denk ik in mezelf. Met de handdoek van Bobby wrijf ik over mijn hoofd en wrijf ik mijn handen zo schoon mogelijk. Bobby kijkt me aan en geeft me een lik over mijn wang. Alsof hij zegt: Het komt goed hoor. Ik geef hem een dikke knuffel en zeg: Ja, Bobby, het komt ook allemaal wel goed. Zo'n pechdag zal er wel bij horen, eens in de zoveel tijd. En ik probeer nog even stilletjes te genieten van de zon die schijnt, de vogeltjes die fluiten. Het prachtige uitzicht op het bos en die lieve Bobby, die naast me op het bankje zit te wachten. En prijs mezelf gelukkig, wetend dat er veel ergere dingen in de wereld zijn en ik deze pechdag ook wel weer zal overleven. Wanneer was jouw laatste pechdag? En wat ging er eigenlijk allemaal mis? Laat het me weten. Natuurlijk in het Nederlands in de comments. Ik ben heel benieuwd. Wil je de tekst nog eens rustig nalezen? Klik op de gratis link in de beschrijving en download het verhaal in PDF. Meer korte Nederlandse verhalen horen? Abonneer je op mijn kanaal. En als je de video leuk vond, laat het me weten in de comments. Bedankt voor het kijken. En luisteren.